Dames en heren, welkom bij een GS-aflevering met natuurlijk mij, Bas. Ja, vandaag is natuurlijk op het moment als we dit opnemen, is natuurlijk van donderdag 31 januari de livestream bezig van Michel. En daar gaan we even samen naar kijken. En dan laat ik eventjes mijn verhaaltje horen en dan gaan we straks weer verder over iets heel anders. Weer terug in de studio. Dames en heren, hier zien we dat hij vertelt over de game. En ik ben dit live aan het kijken. Dit gaat over Ni no Kuni. Ik ga die kun je weer dingen mee maken, drankjes. Maar waarschijnlijk ben je het zelf al aan het kijken, dus dan mis je. Heb je dit allemaal gezien in topkwaliteit? Dus dit is een oude kleur van. Het is helemaal goedkoop. Ga even een stukje kijken. Dit zijn tickets. Deze tickets kan ik nog niet gebruiken. Dan heb ik denk een dolfstuk nodig. En als je zo'n ticketje bent, krijg je een nieuwe familie. Ja. En die zijn dan goud. Ja, hij vertelt hier een beetje over de game, wat alles een klein beetje is. Ik zou van een close shot maken. De oude stok en hier gaat de prijsvraag over. De prijsvraag, let op. Inderdaad, zie je weer dezelfde letters staan. Hier zie je dezelfde letters staan. Dezelfde letters moet je ook weer wederom vertalen. Van achter naar voor lezen. Als je dat doet... Van achter naar voren. ...heb je beide vragen goed beantwoord, dus bij de tekst die ik straks liet zien. Ik zal ze eigenlijk ook laten zien. Win je de wisse campagne en een aantal gouden tickets win je. Dus je verdient eigenlijk een fysiek exemplaar van de boek. Dus maak eens Prinsky van de oosterk en vertaal die later met de andere Prinskies die je hebt gemaakt. Doe je dat, maak je wellicht kans op een geweldige prijs. Oeh, prijsvraag! Het boek kun je overigens voor 70 euro misschien over meer op marktplaats zetten. Hoe ouder het boek wordt, hoe meer geld het waard wordt. Want de boeken kun je niet meer krijgen in de winkels, alleen maar op marktplaats. De C-Exclusive CL Limited. Zeker een aanrader om mee te doen aan deze prijsvraag. Zoals je ziet, heb ik pas 2 uur en 38 minuten gespeeld. Maar we gaan verder. We hebben weer familie en weer Europa te kopen, zoek ik eventjes. Europa Bunny. Ja, we hebben net even een stukje gekeken van Ni no Kuni. En daar gaan we het even over hebben. De meer informatie komt waarschijnlijk gewoon op de website. Ik zal er een linkje bij zetten in het item. En dan kun je waarschijnlijk meedoen. Dat wordt zeer tof. En meer op dus, zoals je ziet sta ik op de plek waar we normaal altijd zitten. De stoelen staan er wel, maar ja, de tafel krijgt een soort beetje een opgepimpt iets, weet je. Was dat zo'n kerstkleedje op, want er was even tijden met een pieterzak. En op een gegeven moment hadden we boekjes staan, voetbalbladen. Wat hoedjes van games, dus Kent heeft auto een beetje over te hebben. Kent heeft auto is overigens, is die uitgesteld tot september, 17 september. Hij zou eerst 17 maart op mei komen, hij is nu in september. Maar volgens mij heb je dat al gehoord in het item van Jordi. We hebben nu het voortaan 2 camera's, dus we gaan nu 2 items maken elke keer. Dus ja, als we niet samen zijn, kunnen we ook apart zijn. Dus dat is meer content voor jullie. Zullen we misschien wel over dezelfde dingen hebben, maar dan hoor je mijn mening en dan hoor je zijn mening. En we krijgen waarschijnlijk op de afdeling of onze redactie een vrouw erbij. Dus dat wordt zeer tof. En ik ga je heel even een sneak preview laten zien van de tafel. Zoals je kan zien, kunnen we gewoon lopen met het ding. Ik ga even een heel snel sneak preview en dan zeg ik even niks en dan gaan we het daarover hebben. Hij moet nog 1 keer gerold worden, dat wil ik even bij zeggen. Dus hij is bijna af. Dus even een andere kleurtje. Dit is de tafel. Dus dat, mooi laagje. Ja, mooi verflaagje erop. Dus dan glimt hij weer helemaal en is weer, is weer mooi. We hebben nieuwe posters opgehangen, die ga ik ook heel even laten zien. Het heeft natuurlijk over alles te maken. Natuurlijk zien jullie hier een poster van Get Auto. Ja, die is uitgesteld om even te zeggen. Hebben we hier een map van de Test Drive Unlimited, de game die we gaan weggeven. Dit is overigens de eiland wel van deel 1. Nou, dan hebben we hier natuurlijk die andere games die hier bestaan. Dus al met al,
alles is leuk en tof, dus gaan we helemaal goed doen. Of zijn we nog niet helemaal klaar? Dus ik ga weer heel even verder met tafel en dan zie ik je gauw weer op de website. Blijf vooral kijken naar onze website, de video's van mij, van Jordi en van ons samen. En blijf even de dingen geven, Nina Koeni. Er komen al wat streams in de toekomst over Kruis 3, dus dat wordt helemaal tof. Als wil ik nog wel even zeggen van dit was het item en tot ziens, hoi!